Oh my god, mensen, vandaag is het zaterdag, dus zeg wepla, goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pippi. Waarom eigenlijk? Neem dat, neem vlog of video of ja, wat dat ook mag zijn. Het is sowieso een video. Ah ja, hè? Dus we zijn hier weer op Razor Reel. Vandaag is de laatste dag. Gisteren en eergisteren heb ik niet gefilmd omdat ik gewoon op mijn gemak wou chillen, weet wel, en gewoon daar bezig zijn en gewoon, ik had echt geen hoesten voor die camera mee te pakken. Maar nu is het laatste dag, dus gaan we gewoon ook nog een klein beetje filmen. Ik ga wel maar naar één film, dat is The Black Mass of zoiets, over Ted Bundy, die 24 uur, dacht ik, ontsnapt was. Dus in echt is dat gebeurd. Het is waar gebeurd vooral. Dus hij was 24 uur ontsnapt en hij is dan naar zo'n studentenvereniging geweest. En hij heeft daar alle meisjes doodgedaan. En die film gaat over die 24 uur. Dus daar gaan we naar gaan kijken. En daarachter gaan we naar een mega overdreven bekende YouTuber. En wie is dat? Kijk, ik ga het zelfs gewoon zeggen. Ik ga jullie zelfs niet in spanning houden. Het is gewoon de Rimzy. Weet je wel? De Rimzy is viraal aan het gaan. Want hij 65 views. Heeft hij mij vanmorgen zelf gezegd. Is niet voor mij te lachen. Ik zeg dat zeker niet voor mij te lachen. Want vanmorgen heeft hij gezegd tegen mij. Ja, maar ik ben hier gewoon. Het is echt zot. Ik kan bijna niet meer buiten komen. Want iedereen in Brugge kent mij om duur. En ik heb hier al 65 views. En het is echt zot aan het worden. Dus ik ga gewoon vanavond een keer tot bij hem gaan en gewoon hem een keer gaan kalmeren en al. En zeggen dat het allemaal niet zo erg is, dat alles wel goed komt. Oké. Goed, we gaan een keer naar binnen gaan en we gaan een filmpje kijken. En we zien wel, hè, mensen. Goed, allee, tot z'n buurt. Yo! Voilà, die mensen. We hebben juist gekeken naar Black Mass, supergoeie film. En hier zijn we met de director. Voilà. My first question is, what is your inspiration to make this movie? Great question. So I was inspired to make The Black Mass because I act in horror movies. And so I was studying a lot of criminal psychology. I was studying real life monsters to have a tangible piece to pull from in order to depict them on camera. And in doing that, I researched a lot about this particular case and was very motivated and moved about the coverage and the depictions in the media of this case. I thought, despite being extensively covered, that there was a more interesting and more important story that was not being told. And so I wanted to examine the events of this case literally from a different perspective to see if we can have a more positive impact on the way that it is depicted going forward, and then also how we as a society think about cases in the future. I just want to say I really liked the movie. Thank you. From the first minute it started, I was really into it. There was one scene that he was looking through the window where he saw the girl that has to take a shower. Yes. And he has that sexual, not normal fantasy. Yes. What is the inspiration to make that scene, or how you become, sorry for my bad English. No. We're both figuring it out. Yeah, okay. No, how did you come on the idea to make that scene? Great. If you have not seen The Black Mass yet, it is a 24-hour period in the life of a serial killer in America in 1978. It is all based on true events. It is timed accurately based on those events and courtroom testimony, with the exception of one scene, which he's referring to, which is a fantasy scene. So up until that point, we are literally stepping into the shoes or over the shoulder of this serial killer. And it's relatively a normal day for all intents and purposes. And
he has been spying in the windows of the sorority house. So I thought it was important, since we're literally the viewer going on this ride with him, I wanted, you know, for there to be a sharp contrast. So pretty much anybody might be interested to know what goes on in a sorority house. You know, prior to this, college girls are fun and interesting and sexy. You know, a normal person, you know, regular people are not peeping in the windows all the time, but you could somehow everybody justify, is a little bit curious what happens. A little bit curious what happens in a sorority house. Me too. When, right. And that's perfectly normal. Yes, normal. So when we go up to peep in the windows, it's a fun, normal version of excitement. This is the point in the movie where we as normal people are gonna go this way and fantasize or be curious or explore an option, and a normal psyche would go this way with it. Yes, yes. In this movie and with Bundy, it goes as far that way as it possibly that can. It was not a normal scene, really. No, and it is as impactful as it is because it's to show that this person is not you or I. Yes, yes. This is a different kind of person. You're about to have a very different kind of experience. And the fantasy, despite being, you know, imagined and fictionalized for this film, it is based on what he, as the killer, trying not to use his name because we don't want to give him any more celebrity, he testified after he was arrested and convicted and put in jail and he was waiting execution. He went on the record with FBI profilers and some press, and he talked about the way his mind worked and his fantasies worked and what he was interested in sexually, which is what motivated these crimes. And so what you see in the fantasy is based on what he would actually fantasize about, what actually was interesting to him sexually, and some of the things that he did with the bodies after he killed them. Okay. Last question. Yes. That was convenient. Yes. I want to quit. No. Okay, so next question. If you're at home and you're watching a movie, what is your favorite snack to when you... It's a total switch. Did not see that coming. Okay. M. Night Shyamalan twist. My favorite snack. Okay, so ironically, I just ate it. I'm a Guido, I'm Italian, and so I am like a sucker for pasta. Ah, okay. So it just so happens here in Bruges, you guys have amazing spaghetti bolognese. So yes, I've been eating it, and Razor Reel, while my film was playing, they were kind enough to give me some pasta. So I am literally just had my favorite snack to go with the movie. Okay. So thank you for the mini interview. Absolutely. And I wish you a lot of success in your movie making. Thank you. And in your further career. Thank you so much. It was wonderful to meet you. Thank you. And it's wonderful to be here for the first time. And if you haven't yet, please do seek out The Black Mass. Hopefully by the time you post this, it comes out in February. Yes. So you should be able to find it on DVD and VOD and your favorite platforms. If you have questions about the case or you want to discuss it, I'm very active on social media. I think it's an important discussion piece. So please check out this interview and check out the film, and then keep in touch with both of us. Okay. Thank you. Goodbye. Ja, mensen, het is echt zo. Het is van de ene celebrity achter de andere. Kijk, ik ben hier weer met de enige echte... Laurentijn, ik heet Lucifer van de Nightbreed Podcast. Oké. Salut, hè. Dus ja, de Nightbreed Podcast. Voilà, hier, ja, hier is hem. Ja, voilà, hier, live, in the flesh. En dus ik heb hun op... Pippi is een vlog. Pippi Blue, hè? Pippi Blue is een vlog. Pippi Blue is good for you, hè? Ja, Pippi Blue is... Waar komt dat eigenlijk, Pippi Blue? Ja, maar is het mijn interview of is het die interview? Oké. Dus ik ga het heel rap uitleggen, hè. Dus mijn grootvader verzamelde vroeger alles van Pippi... van Leffe. Ja, oké. En mijn kleinzoon noemde hem Pippi Leffe. Ja. Dus, ik heb ook een petekind. Ja. En ik verzamel Blu-rays. Hij was echt mijn nicht. Ja. Weet je wat? Jij moet u Pepe Blue noemen.
Dus, oké, okay, die kleine noemt mij tot nu nog altijd Pippi Blue, like zoveel mensen. Maar ik moest dan een naam zoeken op YouTube. En ik zei, ja, weet je wat, ik ga gewoon Pippi Blue noemen. En voilà. Voilà, zo is het ontstaan. Pippi zo Blue. Is het ontstaan. Ja, en sinds 10 is dat, woe, niet normaal. Een Hollywood. Blueprint voor een succesverhaal. Ja, dat is niet normaal. Ja, als je Pippi Blue noemt, dan... ja. Bound to be famous. Ja, ik kan zelfs je werk opgeven om verder te doen. Ja, voilà, ik ben wel slaap. Ja, maar het gaat wel goed, tot nu toe. Ja, je ziet dat aan mijn views ook. Ja, zo. De cash komt nu binnen. Ja, hier al zitten trakteren hier eigenlijk. Ja, nog geen ene keer. Internationaal, ja. Dat is ik heb op mezelf twee waters. Ja. Okay. Van de kraan. Ja, oké. Okay. En hoe komt dat eigenlijk dat hij een podcast begon zet? Hoe komt dat? Wel, dat is eigenlijk begonnen door te luisteren naar Mosselen om 1:30, de podcast van Xander de Rijker. Ja. En ik vond dat iets vrij intrigerends. Dat was toen relatief nieuw, toen dat hier bij ons overwaaide. En ik zei van, ja oké, okay, daar moet ik ooit een keer iets mee doen, maar dan horror-related. Dan heb ik dat even geparkeerd en dan in 2017... Heb je betaald? Ik moet dat nog altijd betalen. Ah ja. Ja, maar ja, kun je nu, het is toch niet dat je zomaar overal gaat parkeren met je podcast? Oké, gaan we verder. Okay. En in 2017 hebben we dat dan gewoon, hebben dat gewoon gedaan. Ik zei tegen mijn broer van, weet je, podcast, we kopen gewoon twee micro's, we halen een programmaatje af en we nemen gewoon een aflevering op, maar we zien wel. En nu, kijk, we hebben dat gedaan en nu, 2023, ja. Ik weet niet wanneer je dat gaat releasen, nee, wat het laatste haalt. Ik het ga releasen. Dus ja, kijk, nu zien we hier 6 jaar later en stil podcasting. En volle succes en ook... Enorm. Heb je al gezien de Chicotto's? Ja, we hebben hier gasten zoals Nicholas Vince. Onze enige gast. We moesten kijken niet op een podcast komen. Ik ben toch de Pippi Blue. Ja, maar Pippi Blue is wel... Die zit wel in het verschiet, dus dat is een van de volgende afleveringen. Ja. Doe met Pippi Blue. Ah, oké. Okay. Wacht, volgende. Kijk nog, ben ik. Salut! Yo! Voilà, zie mensen. En gewoon van de ene celebrity zijn we weer bij de andere celebrity. Oké. Okay. Het is echt zot. Loop gewoon weg. Dat was mega onbeleefd. Dat was onbeleefd. Silke, jij hebt gelijk. Dat was echt onbeleefd. Kijk, van de ene celebrity naar een andere celebrity. Jongen. Want ik heb verteld in het begin van de video dat je bijna niet meer naar buiten kunt. Omdat je zo viraal had in je laatste video. Het is al betant, met de volle 65 views, of zijn er al meer? Ik heb nu al stress van het frituur te halen. Maar het doet ook je eigen aan, hè. Je maakt gewoon te goede video's. Ik weet het, ja. Godverdomme, gaat dat gaan? En toen aan de shout-out door Pippi Blue. Ik zou beter dan een zonbril aan doen. Wat? Ja. Jij in het 70. Oh my god. Wat moet ik dan nee, doen? Nee, maar nu dat is het erover. Dat is wel... Fuck. We kan dat zelf zo hard gaan? Ja. Silke, wat is de hitte van? Uw boyfriend hier is wel mega populair aan het worden, hè? Ik kan met een betten maken van Mood for Horror. Mood for Horror. Dus ja, we zijn hier nu bij de enige rechte. Bij de enige rechte Rimzy en bij de rechte Silke, hè, voilà. En wat gaan we nu doen? Oh shit. Maar nee, wat zeg je? We gaan eerst vrienden gaan eten. Friet, fratten, hey! Friet, fratten, hey! 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 Oké. Voilà mensen, we staan hier op de straat. Mega zot, want er is hier een exclusieve reveal. Voilà ze. Rimzy is een nieuw notto. Ah, van Silke en Rimzy, voilà. Zit. Dat komt ervan, hè. Je verdient toch een keer een beetje geld en voilà, direct al. Maar ja, direct al een nieuw motto. Kun je niet een keer een beetje sparen? Ik ook wel. Dat is wel een bol van 2027. Ah ja, altijd maar zo heen. Ja. Nee, maar proficiat met de aankoop. Misschien. En vele veilige kilometers, denk ik dat ze zeggen. Ja hoor. En wat gaan we nu doen? Pretten. Frietjes eten. Wat die mensen, nou wil je frietje niet? Hopla. Makkelijk. Pijs je daarvan? Ja,
Lekker frietje. Met een indietje. Ja hoor, maar... Ignoring. Hey. Oh. Zijn we aan het eten, jongen? Bami-balkjes? Ja, toch? Heb je geen stoofvleessaus gekregen? Helemaal mensen doen het niet. Oei, 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 oei. Allee, smakelijk hè, mens. Serieus? Ik ga gewoon eten, want roor volk. Iedereen aan. Eet je op. Weet je hoe frietje? Hè? Ja. Zo was hem, man. Het gelijk. Oké, dus Baronlaan. Baron Rosetta, man. Normaal. Slechte of vet dan nooit geweest. Halleluja. Ja, ik kan er zo. Rare mensen. Ik ben bij. Oh shit. Ik snap er niks van. Oh shit. Oh shit. Oh, een echt spooken. Nice. Ik had echt wel spooky, man. Oh my god, mensen, wat is juist gedaan met kijken naar The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Oh yeah. En hoe vond het de film? Er is een real echte man. Yo! Zeg, ik word eens wel juist mijn review aan het doen, hè? Ah, de woord gaat best wel, dus hè? Allee. Dus we gaan dan maar kijken naar The Conjuring 3. De eerste vind ik nog altijd het beste. En, ja. Jij weet. Wat vind jij ervan, Indy? Oh, zo so vaai. Ja, het was... Nee, het was wel een goede film. Ja, ik vond dat een goede film, dus ik heb gelijk, het was 8 op 10. Ja. Wist wel, maar Jack, ze hebben merch, hoor. Ja, ja, ja. Ja. Er zijn nog veel merch. Je hebt die Barbie t-shirt gekocht, maar niks anders, hè. Ja, ja. Ze is deze gekocht. Ja, weet. Hier, kijk, Movie Matters. Movie Matters. En Movie Pippi Blue had dus zijn eigen podcast te starten. Met Movie Matters. Maar nee. Collaboration. Ga er misschien een keer aan meedoen, dat ga ik doen. Normaal in, maar ja, ho. Is het contract nog niet opgesteld? Ja, ze moeten, eerst moeten ze betalen, jongen. Hey, is dat Pat Blue er niet af? Ja, ik heb hem er nog niet gezien. Goed, dus ik vond het ook wel een goede film. Maar het eerste is nog altijd het beste. Dat is feit. Wat vind jij ervan, Silke? Ja? Dat is ook in de favorieten. Nee. De eerste. Ah, ja. Ja, de eerste is nog altijd het beste. Sowieso. Voilà. Oké. Ik dacht dat er wat meer reactie in kwam. Kijk, Blue heeft in slaap gevallen. Ja. Twee keer. Ja. Na elkaar. En jij hebt me twee keer wakker gemaakt. Heb je weer Blue zo? Anton? Anton? Ah, dat was het. Anton, jij weer. Jongste. Dat is denk ik de domste review dat we ooit al gegeven. Ja, ik... De frieten waren goed, kijk. Als ik dat nog een keer mag zeggen. Tuurlijk. Het waren echt supergoeie frieten. Boer. Maar wel... Ja, sorry. Hoe noem ze weer? Speedy Snack? Speedy Snack ontvangen. Maar jij bent wel een beetje duur, hè, jongen? Hey. Ja, dat is wel duur. Hey, 29 euro. Maar ze waren wel echt lekker. Ja, maar ja. Een kleintje met stoofvleessaus en tartaar en twee stukken vlees. Maar hier vraagt ze luxueuze snacks. Luxueuze snacks. Zo. Een boulet op een stook. Ja. Gepaneerd, hè. Ja, maar ja, ik kom. 4,60 euro. 4,60 euro. Hallo. Ja, maar je betaalt... Ook de... Nee. Je betaalt ook de plaats waar je zit, hè. En een restaurant betaal je ook 20 euro voor een pasta terug. Dus moest ik die friet meegepakt en ging het goedkoper zijn? Ja. Wat 7 is dan nu? Indy zegt dat 7 is. Denk het. Oh ja, tuurlijk. waarom zou je nu... Dus... Ah ja, maar ja, misschien... Ja, hij ging toch wel geen cola bestellen, hè? Maar ja, het gaat aan die cola, hè.
3 euro, hé. Maar toen was 26 euro. Ja. Als je het voor de goedkoop doet, kan je er te zien. Hé, hey, het is jij die naar het frietenkot wou, hè? Ah, wat? Ik laat het nog niet. Het was lekker. Lekker, lekker. Lekkere frietjes. Wat is dat hier eigenlijk bij u hier? Hoe zit hij hier? Was ze niet in beeld komen? Ze wil niet in beeld komen met jou samen. Ze is een beetje beschadigd. Oh, maar ze is alleen in beeld, kijk. Ah, ja. Het is met u samen, kijk. Ja, ja. Ja, oké. We gaan weer afsluiten, zeker. En nu Annabel 1. Nee, ik ben te moe, jongen. Ah. Ga jij nog naar iets kijken, hè? Naar de review van Call of Duty. Er zijn er 4 op 10 hier, zeg. Ja, dat wel al winnen, hè. Ik word hier duidelijk genegeerd. Hier in bed. Oh my god. Dat is er wel over, hè. Maar voor het waar ook, heb PlayStation 5 een Platinum trofee en heb PlayStation 4 wel... Platinum. Oh, wat zijn ze er eigenlijk bezig? En 5 niet en 4 wel. En 5 niet, maar op 4 wel. Als jullie de nieuwe Call of Duty spelen, voel me maar lekker toe. Bedankt om te kijken. Hoi.